Hi stier, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 45. En dat is van maandag 7 november tot en met zondag 13 november. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat week 45 voor de stier gaat brengen. Dan lijkt het stier alsof deze week een week is waarin je het even wat lastig hebt. En ik heb het idee dat het eigenlijk komt omdat je een tijdje lang niet bij jezelf bent gaan kijken van wat heb ik nu eigenlijk nodig. Je bent maar doorgegaan en doorgegaan, maar eigenlijk meer op een automatisch piloot dan dat je naar jezelf geluisterd hebt wat je nodig hebt. En dat komt eigenlijk altijd wel een keer naar boven. Hè, dat kan zijn door lichamelijke klachten, dat kan zijn doordat er dingen anders lopen dan dat je graag zou willen. Maar ik heb het idee dat je echt even verplicht rust moet gaan nemen en voor jezelf over na gaan denken. Want het lijkt echt alsof je echt een stukje, alsof je een afslag gemist hebt die je wel heel graag had willen doen. Of dat je echt het gevoel hebt van wie ben ik nu eigenlijk? Wat ben ik nu eigenlijk allemaal aan het doen? Hè? Het brengt echt een beetje een stukje verwarring met zich mee. En ook een stukje van had ik het maar anders gedaan? Neem dus ook echt die tijd voor jezelf om goed na te denken over wie jij bent, waar je heen wil en hoe je dat wil gaan doen. Ga er niet te snel overheen, want zoals ik al eerder zei, het komt iedere keer terug op je pad en je kunt er maar beter goed over nagedacht hebben, want dan heb jij tenminste nog die keuze om te maken. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden en ik wens je sowieso een super fijne week.